Ik ga de dames zo lekker weer op naar binnen vragen. Dat lijkt me wel handig. En ik heb zin in een noedelsoepje. Pak er lekker twee. Daar heb ik gewoon lekker zin in. Dan kunnen de dames zo lekker naar binnen. Ja, even kijken wat hierin zit. Nou, dat kan ik wel weg. Dames, jullie mogen naar binnen. Jij ook, lieve schat. Kom, lekker naar binnen. Want het wordt nou binnen koud. Kom, naar binnen, schat. Naar binnen, nu. Het wordt nou koud. Brrrt. Ja, kom maar naar binnen. Ja, brrrt, brrrt, brrrt. Het is koud hier. Ja, echt wel. Ja, de afwas moet ik nog allemaal doen, jongens. Maar dat heeft even geen haast. Ik ga nu eerst even lekker wat eten. Het is nu alweer 7:30. De waterkoker heeft nou lekker gekookt. En dan ga ik even dit doen. En dan niet al, want ik heb nou 2 zakjes erin. Zo, en dit is echt gewoon mijn lievelingskommetje. Deze, ja. Even het stekje er weer uit. Hartstikke mooi. Ja. Hartstikke fijn. Top. En kijk, en dan wordt dit zo meteen lekker vol. Jullie zien het nu. Ja, hoe het nou zit. Hoe vol die is. Ja, top. En dan ga ik nog een beetje even ergens kruiden bij vandaan. Shot er een beetje peper er doorheen. Lekker, 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 lekker. En dan komt het helemaal goed. Echt wel, lekker man. Roderick is nu even lekker aan het lopen met de 3 dames. Dus met Lovely Beauty en met Lady. Dus Lady Beauty en Lovely. En zo gaan we maar even door. Zo kun je de hele tijd de namen gaan omswitsen. Dus die is nu even lekker aan het lopen met de 3 dames. En ik ga namelijk nu eventjes naar de hond van de buurvrouw. Even tjabbo, eventjes een klein beetje een rondje geven. En daarna gaan we allebei lekker naar bed. Dus ja, ik ga nu eerst even lekker tjabbo even uitlaten. En dan zien jullie mij straks lekker op bed als ik lekker op bed lig. Dus inderdaad. Dus het is nu alweer bijna 2:30 in de avond. Zoals je wel ligt. Oh. Roderick is nu even lekker aan het lopen met de 3 dames. Dus met Lady Lovely Beauty. Beauty Lady Lovely. Lovely Beauty Lady. Lady Lovely Beauty. En ga zo maar even door. Ja, zo kan je ook Beauty Lady Lovely. Beauty Lovely Lady zeggen. Ja, dus ik zou zeggen, doe alles eventjes. Continu heen en weer in de comments, ook helemaal goed. Maar ik ga nu eventjes naar de buurvrouw haar huis, even namelijk haar hond even uitlaten. Ciao. En dan zien jullie mij zometeen wel weer als ik weer lekker thuis ben. Dus het is nu ook al, zoals jullie kunnen zien, op de klok bijna 2:30 in de nacht. Dus ook even hoog nodig tijd om eventjes namelijk Tjabo even uit te gaan laten. En dan hoop ik dat ze morgen weer terug is. Want ik heb het vanmorgen gewoon zelf weer druk. Heb ik haar ook al gezegd. Dus nu ga ik weer eventjes jullie eventjes hier lekker thuis laten. En ik ga Tjabo even inderdaad even uitlaten. Dus tot straks. Niet? Want? Hoezo niet? Oké. Waar kan ik straks beter en beter mijn auto neerzetten straks? Nee, straks. Ik ga toch straks mee met Edward. Nee, dat is de... Oh. Ga jij nou maar lekker werken? Dag, doei. Is dat de bus? Ja, ze papa. Ze papa. Ja, ze papa. Het is koud buiten. Brrrt. Kom, dames, naar binnen. Koud. Laat de baas maar lekker in de auto zitten. Kom, hobbelen. Kom, ja, goed zo. Goed zo. Toppie, toppie. Oh, nou, daar gaat Rauw hoor, zometeen in de auto. Ja, het is koud, jongens. Ja. Doei, dag. Nou, ik lig dus alweer lekker in bed. Lekker warm onder mijn overheerlijke verwarmingsdeken. En een deken die ik en van mijn mama heb gehad. Oh, hij is lekker, mam. Echt. Als ik 's ochtends wakker word, hij ligt dan niet meer... Hier? Nee. Hij ligt hier op mijn kussen. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar krijg, maar hij ligt echt letterlijk op mijn kussen. Ik weet, daar is ik al. Als jullie het weten hoe dat kan,
Ik weet het niet, maar mijn verwarmingsdeken blijft echt gewoon liggen waar het mot liggen. Maar deze deken, die vind ik hier 's ochtends terug op mijn kussen. Maar ach ja, ik wil echt de familie weer bedanken voor deze hele leuke, geweldige meeting. Alles was heel goed en georganiseerd. Ja, en ik moet eigenlijk ook mezelf even een schouderklopje geven. Want ik vind het heel spannend altijd om in de middelpunt te staan. Vooral als ik op een podium moet gaan staan. Maar vanavond, ik geef toch een brul, jongens. Ik geef toch een brul. Jongens, hier komen. Even zoiets in die zin. En nou, iedereen die kwam, nou, en nog een beetje aanstaald, of het zal wel, maar iedereen die kwam, nou, een beetje dingen voorgesteld, nou, dat hebben we allemaal gedaan. En we hebben ook met een hele grote groep met gevarenlichten aan, achter Noëlle aan gereden. En naar een andere plek, gewoon over de snelweg heen, met gepaste snelheid. En het was echt een super meeting voor Jordi, zijn verjaardag. Dus Jordi, als je dit ziet, jongen, niet ziet, vanaf boven. Ik hoop dat je hebt genoten. En dat doen we allemaal voor jou. En we gaan ook zeker binnenkort eens even ook voor jou met de familie een leuke toerrit maken. En dat komt helemaal goed. Maar voor nu ga ik deze vlog afsluiten. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren. Doe het belletje aan. En wat gebeurt er daar? Geen idee. Dus ik zou zeggen, doe het even allemaal abonneren. Reageren, duimpje omhoog. En ik zou zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En